Kan je het ook met één hand? Nee! Oh, ik heb veel te lang op die plaat gestaan. En bedankt, hè? Ja. Hoe is het gesteld met de elektrotechnische kennis binnen de bedrijven uit de industrie? 10 bedrijven gaan met elkaar de strijd aan en proberen zo snel mogelijk een zenuwspiraal te voltooien en stalen kogels binnen boord te houden, terwijl hun kennis wordt getest. Voor elke kogel die in de goot belandt, komen er 10 strafseconden bij. Het bedrijf met de meeste vragen goed en de snelste tijd wint. Mag het ook zo? Op de trilplaat? Voor mij wel. Vandaag spelen we de Stalen Zenuwenquiz met Roy en Albert van Alberts & Kluft. Wij bouwen hier Alberts & Kluft transformatorstations, eigenlijk voor het hele land. Ik zorg dat alles goed in orde loopt, onder andere leidinggevende over Albert. En vertel eens, is die een beetje streng? Ja, hij is wel heel streng. Ja. Soms lineaal ook tik op mijn vingers. Nee, hij valt mee. Heel relaxed, Roy. Nou Roy, hopelijk blijf je ook tijdens onze Stalen Zenuwenquiz zo relaxed. Vertel, wie heeft er een vaste hand en wie staat er het stevigst in zijn werkschoenen? Dat is wel lekker op zich. Ik denk wel dat als hier een half uurtje op staat dat je een beetje duizelig wordt of zo. Ik ga wel op de trilplaat. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Ja hoor. Yes. Oh. Heel veel succes. Noem 3 VCA-gerelateerde normen en regels waardoor jullie veilig kunnen werken. Veiligheidsbril op tijdens het slijpen, werkschoenen dragen en gehoorbescherming. Nou, gaat best goed. Oh, die is lastig. Ik ben heel lang automonteur geweest. Ik kwam wel tot besef dat ik eigenlijk een keer wat anders wilde gaan doen. Toen kwam ik eigenlijk hier terecht en dat bevalt me wel. Ik werk hier sinds 1 februari 2023. Ja, dat is wel redelijk. Oh, nou gelukkig. We hebben de goede keuze gemaakt om het zo te verdelen, denk ik. Ja, maar dat is wel heel vermoeiend voor je benen. Ja. Hoeveel transformatorstations worden er dit jaar gemaakt? Rond 2400. Alleen bij Alberts & Kluft. Helaas, niet goed. Ik ben al 1 balletje kwijt, helaas. Hoe heet dit gereedschap en wat doet het? Dit is een momentsleutel. En daarmee kun je eigenlijk bouten op een ingesteld aanhoudmoment natrekken, zodat ze niet kapot gaan en ook niet losdraaien. Helemaal goed. Gelukkig. Vraag 4. Wat doet een transformatorstation en waarvoor is het nodig? Een transformatorstation transformeert de hogere spanning naar een lagere spanning, gebruikersspanning voor huizen of bedrijven met de spanning die ze nodig hebben. Hey Roy, kan je het ook met één hand? Nee! Het mooiste aan dit bedrijf is dat de totale werksfeer, of het nou boven is op kantoor of hier, dat het gewoon goed is. De diversiteit en werkzaamheden is ook heel leuk. De ene dag sta je minder spanning te doen, de andere dag weer koper of elektra. Als alles op tijd af is, dat vind ik het leukst. Dan ben ik weer helemaal blij. Ah, het is niet leuk. Ben je al klaar, Albert? Wacht even. Ik heb veel te lang op die plaat gestaan. En bedankt, hè? Ja. Oké, jongens, 3 van de 4 goed. De kwartijd, 3 minuut 2. Mooi. Nice. Lekker. Niet verwacht. Nee, wel leuk. Wel leuk. Heel benieuwd wat dat betekent voor de rest.